Toch werd er dit weekend al overdag soep uitgedeeld door het leger. Iedereen die op de markt in Dordrecht voorbijliep aan de kraam van het leger des Heils, kreeg een kopje snert aangeboden. Dit gebeurt namelijk in het kader van een 125-jarig jubileum. Dat is reden tot een feest. En dat feest vieren we door het hele land. Op een heleboel plaatsen in Nederland, 60, 70 plaatsen, wordt er vandaag 125 minuten soep uitgedeeld. Maar het is zeker niet alleen feest. De komende dagen wordt het zwaar voor de zwervers in onze regio, omdat de temperatuur namelijk fors gaat dalen. Het leger des Heils neemt zijn maatregelen. En dat betekent dat wij onze nachtopvang, die normaal maar in Dordrecht, hè, waar we dan even over hebben, tot 28 bedden beperkt is, dat we die openzetten voor iedereen die buiten slaapt. En dat betekent dat we de komende weken verwachten dat we tot 60, 65 mensen wel kunnen groeien in de nachtopvang. Maar ook in Rotterdam zit een afdeling van het leger des Heils. Dus ook hier werd ertessoep uitgedeeld voor het feest. Dit weekend is het voor het leger des Heils in Rotterdam ook de start van de vorstperiode. Wij doen op dit moment dan extra maatregelen dat we sowieso meer bedden beschikbaar stellen voor mensen die op dit moment dak- en thuisloos zijn. En daarnaast rijdt ook deze soebus waar we nu voor staan, die zal niet alleen vandaag hier staan vanwege het feit dat we 125 jaar bestaan, maar die zal ook extra gaan rijden om mensen die het nodig hebben te voorzien van soep en in contact te komen met mensen die op dit moment misschien nog ergens buiten slapen of geen onderdak hebben en hen te wijzen naar de opvanginstellingen die er zijn in de stad. Want zodra de vorstperiode is aangebroken mag het leger iedereen opvangen. Dus ook mensen die niet in een zorgtraject zitten of illegaal in Nederland zijn. Men verwacht niet dat het dit jaar veel drukker zal worden dan voorgaande jaren in de opvang, dat dus dit weekend van start is gegaan.